De herfst komt schoorvoetend nader. Mensen gaan hun tuinwinter klaarmaken. Al te gretige groeiers onder de planten worden gescheurd. En het zijn er bijna altijd te veel. Dan is het tijd voor de halfjaarlijkse plantenruil van Groei en Bloei, zoals altijd bij de kinderboerderij Beeklust. Zoals je ziet hebben we heel erg veel mensen die planten komen ruilen, zoals elk half jaar, in het voorjaar en in het najaar. En mensen die nemen plantjes mee die ze over hebben en die zetten ze neer. En andere mensen die komen ze ophalen. Dat is eigenlijk het hele simpele verhaal. Het ouderwetse ruilen. Het ouderwetse ruilen. Maar er zijn spelregels bij, hè? Tuurlijk, spelregels zijn er altijd. We beginnen met het plantjes uit te stallen. Dan gaan alle mensen achter een denkbeeldige lijn. Achter de lijn? Ja. En we leggen even de spelregels uit. Het spel gaat als volgt. Zo gauw het startschot geklonken heeft, mag je naar je plantje die je het eerst graag zou willen hebben. En je neemt ook maar één plantje mee en die breng je naar je eigen kratdoos. Kijk goed uit, want er heel veel kratten lijken op elkaar. Ik heb het zelf ook al een keer gedaan, dat ik iemand anders krat meegenomen had, hè Annemarie? Ja. En dan is het de bedoeling dat je weer terug gaat en weer een volgend dingetje ophaalt. Ik weet dat we twee handen hebben, maar het zou toch wel aardig zijn dat we het gewoon bijeen houden en dat iedereen ongeveer gelijke kansen heeft. En op is op. Op is op. En meestal is het ook op, hè? Ja, meestal is het op. Het is eigenlijk maar zelden dat we een plantje uiteindelijk weer mee moeten nemen die we zelf meegebracht hebben van huis. Maar het is echt ongelooflijk om te zien als mensen komen, hoe enthousiast. En als dan het denkbeeldige startschot gevallen is, dan een kwartier later is alles weg. En dan gaan we naar koffie. Oh. Ik pak hem even, want ik maak geen voorbeeld van. Voor geen remming. Mijn meisje.